Nou, jullie zijn natuurlijk al bekend met de overstap van de ene naar de andere school, want iedere kind en iedere ouder dus ook, is al bezig geweest met de stap van van een basisschool naar het voortgezet onderwijs. Dus ook toen was er al een keuze die gemaakt moest worden. Nou, vanavond gaan we het natuurlijk hebben over de stap van het VO naar een vervolgopleiding zoals het MBO. En eigenlijk, Aranka, we zijn wel even benieuwd wat eigenlijk de grootste verschillen zijn. Ik denk dat het grootste verschil er vooral in zit dat de keuze nog groter is als je voor een mbo-school gaat kiezen dan wanneer je voor een vo-school kiest. Dat heeft ermee te maken dat je vaak al in een groter gebied kijkt. Dus als je een vo-school zoekt, dan kijk je vaak naar scholen bij jou in de stad of dorp, of misschien de steden en dorpen daaromheen. Maar als je een mbo-school zoekt, dan kijk je vaak binnen de provincie of misschien zelfs buiten de provincie in andere provincies. Dus het zijn al veel meer scholen die ook in aanmerking komen. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat je richtingen kan kiezen. En er zijn heel veel richtingen. En je keuze is dus ook veel specifieker. Want je kijkt echt naar wat wil ik gaan doen op school. Maar misschien denk je zelfs wel ietsje verder naar de toekomst. Wat wil ik daarna gaan doen? En welke opleiding past daarbij? Nou ja, en omdat je veel meer van dat soort opties hebt en dat soort keuzes, is het ook een veel meer individuele keuze. Dus je kiest echt voor wat jij leuk vindt, wat jij wil en wat bij jou past. Menno, herken jij dat? Dat het best wel wat moeilijker was om nu naar de vervolgopleiding te kiezen dan toen je op zoek was naar een middelbare school? Ja, tuurlijk, want als je een mbo-opleiding gaat kiezen, dan is dat veel vakspecifieker en ga je al veel meer richting wat vind ik nou echt leuk en wat zou ik eventueel later willen doen. Terwijl op het voortgezet onderwijs, of als je daar naartoe doorstroomt, dan is het veel meer wat past bij mij, zijn er leuke mensen hier en zie ik mezelf hier rondlopen, is het dichtbij, hoef ik niet te vroeg mijn bed uit. Ja. Dus dat zijn zeker hele grote veranderingen. Ja, dus nu kies je misschien voor iets wat verder weg is, maar wat meer bij jou past. En bij de middelbare school dacht je vooral van, nou, dit is misschien ook wel makkelijk te bereizen. Ja, zo. Nee, zeker. Ja. Je vertelde net ook al wat over wat slapeloze nachten, wat stress. Ja. Waardoor kwam dat vooral, denk je? Nou ja, je moet op het moment dat je nog niet weet wat je wil gaan doen, maar je weet wel dat je een keuze moet gaan maken en je weet ook donders goed wanneer die deadline is. En die deadline die komt dan elke dag maar dichterbij en je hebt toch maar niks gekozen of je weet nog niet wat je wil. En dan kan dat best wel wat stress opleveren, zeker ook omdat je wel wat moet kiezen, je wil wel wat kiezen en niet zomaar een keuze maken waar je later spijt van krijgt. Dus je moet echt wachten tot je iets vindt dat bij je past. En dat kan soms heel veel stress opleveren. Ja. Nina, herken je dat? Dat verhaal van die stress? Is Menno een uitzondering of komt dat veel voor? Nee, Menno is zeker geen uitzondering. We zien eigenlijk wel dat de maatschappelijke druk op jongeren sowieso wat gestegen is. Dat zien we natuurlijk ook aan de onderzoeken. En daar hoort studiekeuze onder andere ook bij. Je merkt dat deze generatie heel graag een perfecte keuze wil maken. Alleen, ja, dat is natuurlijk wel lastig. Dus zij ervaren daar ook best wel wat druk bij. Die druk, je hebt er zelf wat over verteld. Herken je dat ook bijvoorbeeld bij je vrienden? Jazeker, ja, ik heb zelf natuurlijk stress gehad. Maar ik heb vorig jaar ook wel wat huilende vrienden aan de telefoon gehad. Die ook moeite hadden met het kiezen van een vervolgopleiding. En dat is natuurlijk lastig, want we moeten allemaal door een bepaalde hoepel heen. En daar hoort het mbo, hbo of universiteit hoort daar nou eenmaal bij. En dat is natuurlijk heel leuk en heel mooi. Maar dan moet je wel weten wat je wil en een plek gevonden hebben die bij je past. Ja. We gaan even naar een kijkersvraag. Hoe kom je erachter of er ook werk is te vinden in een bepaalde richting? Nina, ik begin even bij jou. Nou ja, er zijn best wel wat cijfers. Vaak hebben het onderwijsinstellingen waar je gaat kijken zelf ook cijfers over bijvoorbeeld. Of alumni op hun plek terechtkomen en wat voor plekken dat dan zal zijn. Dus daar kun je naar kijken. Maar ook het internet, bijvoorbeeld kiesmbo.nl heeft ook allerlei informatie over waar je dan terechtkomt. Het is wel belangrijk, denk ik, om ook goed te kijken naar dat het vooral bij je past. En dat het niet het één is dat je zeg maar ook werking kunt vinden. Ja. Dat wil ik wel daarbij benadrukken. Ja. Ik denk dat het ook zeker bij de keuze naar mbo is. Dat je zeker iets moet vinden wat echt bij je past. Los van of daar werk in te vinden is. Want je kan altijd daarna nog wat anders gaan doen. Ja. Waar dan eventueel meer werk voor in is. Ja, dus er is zeker informatie over te vinden, maar kies vooral wat je leuk vindt eigenlijk. Dus neem de informatie mee in je keuzeproces, maar laat hem niet bepalend zijn. Ja. Nou, ik hoop dat jullie daar wat mee verder kunnen.